We hebben al flink wat stevige bergetappes gezien deze Vuelta. Maar morgen, dan krijgen we het klapstuk. Frank Evenblij, ik kijk je aan. Morgen de beklimming van de Angliru. Een berg, het beest van Asturië, wordt die ook wel genoemd. Ja, bizar is eigenlijk een understatement. In die klim zit een gedeelte met een stijgingspercentage van bijna 25%. Ja, dat is wat, hè? Weet je wat het is? Een geodriehoek, dat is geloof ik 45, hè? Ja. Dat is dat de helft ongeveer. Ja, en deze klim wordt ook beschouwd als een van de allerzwaarste ter wereld. Ja, hij zat al een paar keer vaker in de Vuelta. Voor het eerst in 1999, zeg ik zo uit blauwe hoofdje. En iemand die in 1999 en in 2002 deze puist op moest, dat is Koos Moerenhout. Koos, was jij bang eigenlijk voor de Angliru? Nou ja, zoals je net al zei, in 1999 zag ik er voor de eerste keer in. En toen werd je wel bang gemaakt natuurlijk. Er was, zoals ik het een beetje beleefd heb, was dat ook wel de eerste keer dat er zo'n extreem steile berg in een grote ronde terecht kwam. We kennen natuurlijk allemaal de Alpen, de Pyreneeën, de Dolomieten en noem ze maar op. Maar dat soort bergen die kun je dan met een redelijke versnelling oprijden. Maar hier heb je, voor dit soort beklimmen, heb je mountainbikeversnellingen nodig. En dat was toen ook wel. De media maakte je natuurlijk ook wel bang. En je had geen idee wat je nou eigenlijk te wachten stond. Dan neem ons wel even mee naar dat moment. Hè. Je hebt al een paar zware weken achter de rug. En dan weet je aan het eind van weer een dag afzien, moet ik die onmenselijke berg op. Wat doet dat dan met je? En inderdaad, bijvoorbeeld die druk van die media. De eerste keer was het echt het onbekende. Hè? Dus dat het feit dat je niet eigenlijk weet wat er op je af gaat komen. Het was heel smal, het zou super stijl zijn. Nou, dat klopt ook allemaal. En de tweede keer, in 2002, toen was het eigenlijk nog veel heroischer. Want toen was het regen, mist en maakte het klimmen zelf nog veel moeilijker. Omdat je, het is zo stijl dat als je te veel op je voorwiel leunt, dus zeg maar uit het zadel gaat. Wat je eigenlijk het liefst zou doen als het wat stijler wordt. Ja. Dan slip je achterwiel weg. Ja, zo kennen we het. En komt er door, dansend op de pedalen. Hè? Ja, ga je te veel achterover zitten omdat je wilt duwen en trekken met je benen. Dan trok je je voorwiel omhoog. Dus je moest echt een hele aparte techniek ontwikkelen om zowat in die fiets te klimmen en druk op allebei de voorwielen. En dan zag je ook nog eens niks. Door die mist zag je ook nog eens niks. Dat klopt, en dat vond ik eerlijk gezegd wel prettig die tweede keer. Ja. Je kon ook niet zien waar je naartoe moest. En je ging eigenlijk gewoon puur af op het geluid van de mensen die dan etages boven je stonden. En dan wist je wel dat je daar ergens moest zijn. En ondertussen was het echt ook het ontwijken van motoren, van auto's die stilgevallen waren en die niet meer in gang kwamen. Dus de beklimming zelf is al lastig zat, maar je hebt dan ook nog eens te maken met het publiek, met die stilvallende voertuigen. Dus het was wel redelijk hectisch. Ja, ik herinner mij nog die beelden uit 2002. Toen had je ook auto's, hè, slippende koppelingen en die motoren die omvielen. En toen had je David Miller, hè, die Engelse coureur, die wilde eigenlijk ook in een soort van protest tegen de organisatie. Kwam die uiteindelijk lopend over de finish? Klopt. Ja, ik zat er een minuut of 10 achter, denk ik. Of misschien nog wel meer. Dus dat heb ik live niet meegekregen. Maar wat vond je daarvan dat hij dat deed? Ik denk dat je het ook een beetje in een context moet zien. Het was een van de eerste keer natuurlijk dat het zo extreem was. Het was die dag ook, zoals ik net al zei, heel nat, mistig. En dat heeft niet alleen met de Angliru zelf te maken, maar ook nog eens met het hele traject daarvoor. En de jongens die dat zaterdag gaan doen, die hebben ook nog twee calls van de eerste categorie voordat ze überhaupt aan de Angliru beginnen. Ja, ja. En dat hadden wij toen ook. Door dat slechte weer ook gevaarlijk, veel valpartijen onderweg en die afdalingen links en rechts, remmers onderuit. En hij was al diverse keren gevallen ook. En dan kan ik me voorstellen, als je dan eenmaal daar bent en je hebt uiteindelijk alles al een beetje verloren, dat je echt wel een beetje een circusartiest voelt. En dan misschien zo reageert. Ja, wat vind je dan wel verantwoord eigenlijk? Nou, die editie met die regen en mist, zou je kunnen zeggen van niet. Dat duurde daarna ook een hele tijd voordat Angliru weer terugkeerde. Ah, maar Koos, dat was toch prachtig? Ik denk ook wel eens bij die wielrenners, dan is er weer getrut, dan is er weer een zandstorm, dan sneeuwt het weer. Ik denk ook wel eens, kom op fietsen, man. Ja, maar dat is ook een beetje het dilemma. Hè? En de organisatoren zoeken vaak of steeds meer eigenlijk de extremiteiten op. En dat levert natuurlijk ook de mooiste beelden op. En ik snap het allemaal. Ik ben het er zelfs ver mee eens.
Alleen voor de renners, die denken er wel anders over natuurlijk. Want die worden er overheen gejaagd en die hebben er een ander gevoel bij. Ja, ja. Nou is het natuurlijk morgen de aankomst waar iedereen vol spanning naar gaat kijken. Ja, de hamvraag. Heeft de Kelderman wat te zoeken daar volgens jou? Ja, ik denk het wel. Het is een licht gebouwde jongen die nog steeds heel goed in vorm is. Als je de laatste dagen ook ziet, zit er eigenlijk geen sleet op. Dus hij moet het zeker kunnen overleven. Alleen ja, het is ook weer typisch zo'n beklimming. Rondom hem heen, hij kan nog een plek schuiven, maar hij kan ook nog twee plaatsen zakken. Ja, ik maak me er zorgen om, Koos. Ben ik eerlijk in? Ik denk, goh, potverdikkie man, zo stijl zaterdag. Hè? Ja. Weet je wel, die Kelderman slipt daar straks weg, joh. Die raakt zijn plekje kwijt op het podium. Ja, nou ja, goed, er kan dus van alles gebeuren op die berg. Niet eens zozeer te maken met je eigen conditie, maar door alle omstandigheden die daar rondomheen op die berg gebeuren. Maar ik denk als hij een normale dag heeft, zoals hij die nu eigenlijk al zo'n beetje die 3 weken heeft, dan moet dat zeker lukken. Maar ja, 1 mindere dag, maar dat geldt voor al die topfavorieten daar. 1 mindere dag en dan is 1,5 minuut ook helemaal niks. Nee, nou ja, misschien wordt hij nog wel een beetje geholpen. Hopelijk dat een paar mensen hem een beetje willen aanduwen of zo, weet je wel, als het kan. Ja, ja. Zeker, je weet het maar nooit. Nou, dat helpt serieus, denk ik, op zo'n stijlstukje. Op berg, ja. Ja, ik denk, voetgangers die gaan daar harder dan wielrenners op sommige momenten. Ik herinner me toch ook een keer zo'n motor met een camera die gewoon omviel. Ja, dat was ook op de Anglia. Ja, die is gewoon omgelazerd. Ja. Dat hele beeld dat stort er zo in. Ja. Maar dat duwen kan helpen, hè. Je kent het verhaal van Geert Jacobs, hè. Die werd een keer geduwd op de Alpe d'Huez. En die kwam toen vervolgens was sneller geklommen naar de winnaar, hè? Ja, dat klopt. Daarom zie je ook dat sommigen, bijvoorbeeld als ze dan in de spreekwoordelijke bus zitten, dat ze op zo'n beklimming er juist net voor of net achter gaan rijden. Want zit je in de bus omringd door allemaal renners, dan word je natuurlijk niet geduwd. En rij je in je eentje, dan heb je de kans dat mensen je wel omhoog duwen. En dat, er zijn zeker renners die daarop speculeren. Alleen dat... Voor de toppers zal het waarschijnlijk niet gelden, want daar zit natuurlijk alle focus op met camerabeelden en noem maar op. Ja, we gaan het zien. Muy bien. Muchas gracias, Koos. En we gaan kijken morgen. Ja, ik ook.